Hi, daar ben ik weer. Met deze keer familie. Hi, daar ben ik weer. Met deze keer de herfstcollectie zijn weer in de winkel. En daar vind ik natuurlijk ook wat van. Ik wil je wel even helpen. Nou, dat kan, maar dat moeten we dan maar even boven doen, vind je niet? Hoi. Hallo. Eet je mee vanavond? Ja, ik ga koken. Mevrouw Soort heeft vrij. Nou, ik kan het natuurlijk niet zo goed als zij, maar... Janine is veel te bescheiden. Je kunt ontzettend goed koken, juist. Oh, ik kan heel veel dingen heel goed. Ik weet het nog niet. Heb je volgend weekend wat te doen? Hoezo? Ik heb kaartjes voor Love Story, de musical. Dus ik dacht, misschien is het leuk om samen te gaan. Kunnen we eerst een hapje eten met z'n tweeën? Een drankje doen daarna? Kon Nina niet. Sorry, ik bedoelde het niet zo. Lieverd. We moeten allemaal een beetje wennen. Daarom dacht ik, het is misschien leuk om samen wat te doen. Een musical. Jij. Nou ja, het was het idee van Janine, maar ze zei dat hij heel goed was. Ludo! Ik heb hem al gezien. Misschien vindt Janine het zelf leuk om mee te gaan. Oké. Sil, zometeen een potje darten? Met cola en bitterballen? Jouw keuze, jouw leven, jouw zoon. Ik ga al met mijn moeder eten. Maar dat kan ook morgen. Ik zie je zo. Komen jullie even zitten? Ik ga darten. Zou samen eten. Morgen? Sil. Voor praten is het nu misschien een beetje laat. Nou, weglopen is ook geen oplossing. Hij is zich kapot geschrokken van zichzelf. En dat is wat jij nu in hem losmaakt. Dus het beste wat je kan doen is hem met rust laten... zodat hij de kans krijgt om zijn eigen leven op te bouwen. Hier, zonder jou. Nee, ik blijf. Die jongen heeft een vader nodig, dat hebben we net gezien. En ik heb dingen niet goed gedaan, dat geef ik toe. Maar ik ga hem en jou laten zien dat het anders kan.